Volgens de PVV is hier geen speld tussen te krijgen. Al die grote misstanden die we de afgelopen jaren hebben gezien, konden immers gebeuren omdat corporaties veel te veel ruimte kregen om zich met allerlei zaken bezig te houden die niet binnen de kerntaken vielen. En die ruimte moet gewoon nooit meer geboden worden. Dat het kabinet die ruimte toch wil blijven geven, is volgens de PVV een manco in de novelle. De aangebrachte splitsing in DAAP en niet-DAAP taken doet daar ook helemaal niets aan af. Want de commissie, de enquêtecommissie, bevestigde dat daarmee de complexiteit en oncontroleerbaarheid immers blijven bestaan. De PVV zal daarom een amendement indienen dat ertoe strekt om alle niet-DAAP activiteiten uit de wet te schrappen. Daarmee worden corporaties echt teruggebracht tot de kerntaken. En dat is nogmaals volgens de enquêtecommissie echt een cruciaal punt om de sector weer gezond te maken. En alle misstanden die we de afgelopen jaren hebben gezien, bewijzen dat natuurlijk ook. En aan de minister wil ik vragen waarom hij op dit belangrijke punt het advies van de enquêtecommissie in de wind slaat.